zuiden en zijn vrouw Hélène Roosje als typisch 19e eeuws van stand Parijs. Maar op een vijf keer de kinahanap ko, pwede na hindi magkakita ako. Siguro nakatira dito. I'm sorry. Thank you.
Waarom was hij de baas? Ja. Die was de baas van het geschenk. Dus dit is de wet van de baas. Want ben je een stieke aan een plek zijn staan? Gintoe? Nou, ik ga zo'n tour. Maar ik heb Oké, ja? Oh, dat is hè? Oh. Nee. Nou, dat is prima. Ja, wacht even op de dochters. Ja. Ja, daar ben je. Daar zijn ze. Ja hoor. Dit is een gastkamer zoals jullie zien. Hier heeft, maar misschien zegt ze wat. Kijk, je pack heeft hier onder andere. Dus, dat was een hele mooie man. Ja. Ik geloof niet meer dat hij leeft, want dat is al een tijd geleden. Maar hij was wel heel populair in zijn tijd. Het verhaal gaat bij hem, want hij smetvrees had. Dus hij sliep hier. En dan legde hij hier allemaal witte handdoeken neer. Dus als hij s'nachts met zijn blote voetjes uit bed kwam, dan kon hij aan de badkamer lopen op die witte handdoeken. Want het idee dat iemand anders hier gelopen had, was natuurlijk niet fris. Dit hele bed. Nu, wel uit. Ik moet ik zeggen dat op alle. Ik zou zeggen dat het een soort van speer is.